Jeetje. Wat is de beste leugen die ik ooit heb verteld? Beste leugen ooit? Ik zou het echt niet weten. Nee, ik lieg echt niet. Ik durf dat niet. Ik heb ook nog nooit wat gestolen, bijvoorbeeld. Dat kan ik ook helemaal niet. Ik kan mijn vriendinnetje kan ik best wel veel dingen wijsmaken. Dus ik heb haar ooit een keer wijsgemaakt dat ik zombies had gezien. En toen geloofde ze dat. Dus dat was wel... Dat is denk ik... Dat is mijn wapenfeit. Dat ik Jon heel stiekem mee moest krijgen ergens naartoe voor zijn bachelorparty. Dus ik had een enorm gedetailleerd programma bedacht met dat we samen een weekendje weg zouden gaan. En ook allemaal details bedacht. Zodat ik dacht, nou ja, dan lijkt het zoveel mogelijk echt te gebeuren, zeg maar. Zelfs nog een soort reservering gefaked en dat naar hem doorgestuurd. Ik denk, nou, dan heeft hij echt niks door. En om 4:30 ochtends, geloof ik... stonden de jongens naast zijn bed om hem mee te nemen en te ontvoeren voor zijn bachelorparty. En hij had echt niks door. Dus dat was een leugentje om eigen bestwil, maar dat ging heel goed. Oeh, ik denk iets wat heel dicht bij de waarheid lag. Dat is meestal de beste leugen. Ja, yeah, I'll tell you a good one. When I was a kid actually, still at I went always with my bicycle to school together with a friend. And at a certain moment we got a little dog, a little puppy from somebody we just passed on the road. And she wanted to keep it, and we came back home and we told our parents that we saw this bag lying just beside the water, and we heard all this whining inside, and this dog was inside and this bag was filled with bricks. And she kept the dog, but that wasn't true because we just got it from somebody. That was actually the best lie I ever told. I think mine is a classic. I failed an exam and I didn't tell my mom about it. Like she said, well, how did it go? Great, brilliant, yeah. Ik zou het wel heel leuk vinden om een keer echt de slechterik te spelen. Ik doe dat volgens mij niet zo heel vaak. En dat lijkt me wel te gek. Er zijn heel veel hele sterke vrouwenhelden die ik wil spelen. Eén daarvan is Mata Hari bijvoorbeeld. Maar ik vind dat het heel erg tijd is dat de focus wordt gelegd op vrouwen die echt hele grote veranderingen in de wereld hebben gemaakt. Dus ik hoop daarop. Alles wat emoties, die de emoties uitvergroten en meer zijn dan jezelf, is altijd interessant. Yeah. I would love to be Spider-Man. Okay, I'll go for Wolverine. Wolverine, you know what? If you just grow that a bit, you're sorted, man. Yeah.